Welkom bij de podcast van de Tesselse Krant. Het is vandaag donderdag 17 november. Mijn naam is Michelle de Vries en dit is het nieuws van deze week. Zaterdag maken Sinterklaas en de Pieten hun entree op het eiland. Om 12:30 arriveerden ze in de haven van Oudeschild aan de kant van het havenkantoor en het havenhotel. De intocht in Den Burg begint om 14:00. Sint en de Pieten komen om 14:45 aan bij het Glazen Paleis. Zowel in de haven als in Den Burg speelt de Pietenband. Aan de ouders wordt gevraagd een stapje naar achteren te doen, zodat de kinderen zoveel mogelijk vooraan kunnen staan. Sinterklaas heeft ook nog een verzoek aan de kinderen. Hij vindt het heel leuk om mooie, zelfgemaakte tekeningen te krijgen. En er is meer nieuws voor en over kinderen. 471 basisschoolleerlingen kwamen dinsdag en woensdag naar Cinema Texel. De groepen 6, 7 en 8 keken jeugddocumentaires in het kader van het International Documentary Film Festival, dat van 9 tot en met 20 november plaatsvindt in Amsterdam. Voor de jongere groepen was er een programma met shorts. Zij keken 6 korte en ultrakorte films, geselecteerd door Filmmuseum AI. Het filmfestival kwam tot stand door een samenwerking tussen Elmar Keizer van Cinema Texel, cultuurcoach Maries Christo van Meijel van Artex, Filmhulp Noord-Holland, die filmonderwijs op scholen en in bioscopen promoot en ondersteunt, en Judith Ploegman, u wel bekend als medepresentator van deze podcast en tevens docent film en storytelling. Zij leidde de films in en besprak ze met de kinderen. De organisatoren waren tevreden. U hoort hier Elmar Keizer en Maries Christo van Meijel. Goedemorgen, welkom allemaal. Kijk, en goed dat kunsteducatie, cultuureducatie, verschillende facetten van de kunst laat zien. En film hoort daarbij. En film is niet alleen een uitje, maar film is verhalen vertellen. Film is vormgeving, montage. En daar leren kinderen nu over. Maar vooral ook de leerkrachten leren erover. En leren het ook in te zetten bij andere thema's. En dat vind ik heel fijn. Dat vind ik de meerwaarde nu. Ik ben heel blij met het programma. Ik was altijd eigenlijk al een beetje op zoek als Cinema Texel naar een samenwerking met de scholen. Nou, dat kwam altijd wat moeilijk van de grond. En vorig jaar hebben we natuurlijk de koppen bij elkaar gestoken. Judith, Artex, Maurice. En is dit ervan gekomen en daar ben ik eigenlijk erg tevreden mee. Leerlingen van OSG De Hoge Berg komen volgende week naar de cinema. Voor hen is het IDFA-programma verlengd in verband met een werkweek in Berlijn. Oud-wethouder Henny Huisman is vanaf 1 januari interim directeur bij Telstels Welzijn. Ze volgt Mart Stel op. Huisman was maar liefst 12 jaar wethouder. Ze nam na de verkiezingen in maart afscheid van de politiek, maar heeft sindsdien niet stilgezeten. Begin juli trad ze al aan als voorzitter van de PO Texel, de productenorganisatie van de Texelse visserij. Ook het bestuur van Texels Welzijn wordt vernieuwd. Martin Zeeman uit Den Burg is vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter. Hij volgt Peter Bakker op, die eind dit jaar terugtreedt. Annemarieke de Vries is secretaris van de stichting en Ferre Koster wordt de nieuwe penningmeester. Anja van der Horst blijft als bestuurslid. Texels Welzijn is een organisatie voor Texelaars met vragen rondom welzijn, mantelzorg, zorg, vrijwilligerswerk, wonen, relaties en geldzaken. Veel eerder dan verwacht moet de gemeente 2700 verlichtingsarmaturen vervangen. Het gaat om armaturen in woonwijken en langs de doorgaande wegen. De problemen met de coating is corrosie ontstaan. Daardoor valt de verlichting uit en ontstaan er problemen met de armaturen en de glasplaten. De aannemer die er volgens de aanbesteding verantwoordelijk voor is, begint in januari 2023 met de vervanging. De gemeente laat weten dat er tot die tijd alleen vervangen wordt op plekken waar de verkeersveiligheid in het geding is. We hebben ook alvast weer nieuws voor u voordat het in de krant staat. Het nieuws uit de krant van vrijdag. Als de gemeenteraad in december instemt met de plannen van het college, gaat er al vanaf 25 januari veel veranderen voor de toeristische sector. Het gaat onder andere om de stolpenregelingen, kamperen bij de boer, kampeerterreinen en bestaande regelingen zoals de ruimte voor ruimteregeling. Een pipowagen, een tenthuis, een glampingtent en een staakcaravan of chalet zijn dan niet meer toegestaan op een boerencamping. Daartegenover staat dat kampeermiddelen wel het hele seizoen mogen blijven staan. Veel langer dus dan de 30 dagen die nu gelden. Ook de lengtebegrenzing van een caravan vervalt. Voor eigenaren van bed and breakfast geldt dat een overgangsperiode start van 3 jaar, voordat er een nieuwe regel ingaat. Er mogen dan nog slechts 2 kamer en in totaal 4 bedden worden verhuurd aan toeristen. Ook moet elke kamer een eigen parkeerplaats op het terrein hebben.
Het college wil hiermee de grootte van Bed & Breakfast aan banden leggen. Op de website van de gemeente, www.texel.nl, staat een infographic met alle voorgestelde wijzigingen. U vindt de infographic vrijdag ook in de Texelse Courant. Daarin leest u ook een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen in de lokale belastingen. U leest vrijdag ook dat Museum Kaapskill een bijzondere erkenning kreeg. Het museum mocht woensdag toetreden tot het netwerk van de Canon van Nederland. Dat is een samenwerkingsverband van musea en erfgoedinstellingen die in 50 thema's de historie van Nederland samenvatten. 50 kinderen van de Bruinvis en Oude Schild mochten bij dit officiële moment aanwezig zijn. Zij bezochten de tentoonstelling Palmhoutwrak. Tot de Canon van Nederland behoorden sinds gisteren de jurk, die in een palmhoutwrak werd gevonden, en de maquette van de Reden van Texel. De tentoonstelling Palmhoutwrak werd zaterdag officieel geopend voor genodigden. De eer was aan Rosanne Kokke, gedeputeerde cultuur en erfgoed van de provincie Noord-Holland. Zij deed dit door symbolisch en authentieke scheepsbel te luiden. Tijdens de feestelijke opening kon voor het eerst de Silver Dress bewonderd worden, die artistiek directeur Corina Hoordijk vorige week in deze podcast aankondigde. De 17e-eeuwse jurk, met ingeweven plaatjes zilver, is hoogstwaarschijnlijk een trouwjurk geweest. Op zondag mocht het publiek de unieke objecten voor het eerst bezichtigen. Eilanddichter Fiet van Beek schreef voor deze bijzondere gelegenheid een gedicht. Pronkstuk. Net opgevouwen in een kist is er een trouwjurk opgedoken. Even verborgen in een wrak. Alleen door zeevonk bijgelicht. Helaas, de bruid wordt nog vermist. Haar stand en naam zijn ongewis. Hoewel het zeker is dat zij een rijke dame was. Heeft zij dit zijdezacht gewaad in stijl gedragen? En straalde haar gezicht in deze zilveren glans? Of is een heerschap opgedrongen? Werd zij gedwongen, schat gemaakt? Met passie is het kleed geweven. Zelfs harten werden meegegeven in een doorlopend feestpatroon van glinsterende liefdesknopen. Ontworpen voor de hoogtijdagen, beschermd met kogels en kanonnen, maar toch gestrand en diep gezonken, bedekt met vele lagen zand. Vergane glorie werd het niet, opnieuw oogt ze bewondering. De glamour kan nog jaren door, maar van de bruid ontbreekt elk spoor. En dan tot slot nog sport. De 23-jarige Jordi Westerlaken uit Den Burg heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor het wereldkampioenschap karting in de Rotax-klasse, die komende week wordt verreden in de Portugese Portimao. Jordi mocht zijn ticket in ontvangst nemen tijdens de voorlaatste wedstrijd van het Nederlands kampioenschap. Jordi kijkt ernaar uit om zich te meten met de andere rijders in Portimao. Hij vertrekt aankomende vrijdag, dat is morgen, naar Portugal. Zijn verrichtingen zijn te volgen via het Instagram-account @westerlakenracing. De MTB-route in het Dennenbos is zaterdag door vrijwilligers opgeknapt. Dat gebeurde onder supervisie van de MTB-onderhoudsgroep van Wielersport Texel. De vrijwilligers verbeterden de grond, dekten uitstekende boomwortels af en maakten zogeheten kombochten, die de route zowel uitdagender als veiliger maken. Dat was het voor deze week. Volgende week hoort u weer van ons. De Texelse Krant verschijnt twee keer per week en staat steeds bordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Texel. Kijk op www.texelsecourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222 362 600.